In Billy Elliot van auditie tot applaus volgen we het team van Joop van de Ende Theaterproducties in een zoektocht naar de jongen die Billy Elliot mag spelen. Die rol is echt heel erg zwaar, want je moet kunnen zingen en kunnen tappen en kunnen dansen. Ik kan mezelf een beetje vergelijken met Billy Elliot, want ja, mijn dans is ook mijn droomvak. We zijn op de Billy Elliot School, waar de aanstormende Billy's tot het uiterste gaan. En we zien wie doorgaat naar een volgende ronde en van wie we afscheid moeten nemen. Ben je nou emotioneel? Nee. Ja? Over 3 weken gaat de musical Billy Elliot in première. Duizenden jongens tussen de 8 en de 15 jaar oud deden auditie. Maar uiteindelijk wordt er maar een klein clubje geselecteerd dat een intensieve zang, dans en speltraining mag volgen aan de Billy Elliot School. Ik mag ze een jaar lang van heel dichtbij volgen. Welke jongens gaan uiteindelijk de rol van Billy spelen? De musical Billy Elliot is gebaseerd op de gelijknamige film, waarin het aangrijpende verhaal van een 11-jarig jochie wordt verteld dat opgroeit in een arbeidersgezin. Hij blijkt talent te hebben voor ballet en zijn grote droom is om aangenomen te worden op de Royal Ballet School. Zijn vader ziet zijn zoon liever boksen en is er fel op tegen dat hij danst. Maar Billy doet er alles aan om zijn droom na te jagen. Ballet. What's wrong with ballet? I used to go to ballet. See? Lads do football or boxing or wrestling. Ballet. De musical Billy Elliot is een van de meest succesvolle musicals aller tijden. Al bijna 10 jaar is de show te zien in het Victoria Palace Theatre in Londen. En nog steeds is het 1 groot succes. Nu haalt Joop van de Ende de musical naar Nederland. Een jaar geleden al is de zoektocht naar de Nederlandse Billy gestart. Nou kijk, je zoekt talenten. Er zijn niet zoveel jongetjes van 12, 13, 14... die al kunnen dansen, zingen en acteren. Er zijn bij die hebben nog nooit iets gedaan. Die hebben gebasketbal of voetbal of andere dingen gedaan. Maar een talent zit iemand in. En dat talent herkennen, het zoeken naar talent, dat vind ik het leukste wat er is. In oktober vorig jaar is Joop een speciale school gestart om het jonge talent op te leiden. Na talloze audities is een aantal jongens uitgekozen voor deze speciale Billy Elliot School. Hoe is het voor jou om te doen met deze mannen? Ja, ontzettend leuk. Ja? Ontzettend leuk om zoveel testosteron in de les te hebben. Ah, ja, dat vind ik echt. Alleen maar mannen. Ja, vind ik echt superleuk. Werken ze hard? Keihard. Er waren er denk ik 2 die ooit getapt hadden. Echt waar? Ja, en als je nou ziet zeg maar, wat we na 3 maanden bereikt hebben, is echt super. Ontzettend knap. Ja. Hoe is dat nou om het alleen maar jongens te zijn in zo'n groep? Nou, ik heb heel lang op de Nationaal Ballet Academie gezeten en daar ben je bijna met alleen maar meisjes. Dus hier is op zich ook wel fijn om met alleen maar jongens te zijn. Je leert allemaal verschillende dansstijlen en je zingt ook. En er zijn hele leuke vakken en dat soort dingen. Hele leuke leraren en leraressen, dat vind ik heel leuk. En heel veel leuke kinderen waar je heel gezellig mee kan praten en zo. Hoe vinden papa en mama het dat jij hier aan meedoet? Die vinden het heel erg bijzonder, want ik heb nog nooit op het podium gestaan en ze vinden het ook heel leuk voor me. Nou ja, heb je nog nooit op het podium gestaan? Als jij dus uiteindelijk op toneel komt, kan je daar iets bij voorstellen hoe dat straks is? Ja, je hebt heel veel fans, ja. Ja. En dan voel je heel blij. Dat is wel heel belangrijk, dat je je blij voelt. Op de school zitten 36 Billy's die naast hun eigen opleiding 15 uur per week trainen. Ook voor de ouders is het zwaar. Terwijl de jongens les krijgen op de Billy Elliot School, zitten zij soms uren te wachten in de kantine. Hoe is het nou om hier te zitten? Jullie zitten een tijdje te wachten, hè? Ja, ja. We zitten rustig 3,5 uur toch? Dat is iedere keer 3,5 uur? Nou, we wisselen wel af. Het is nu toevallig dat ik erbij ben, maar dichterbij komen ze. Normaal gesproken dan is er alleen. Er zijn ouders die kopen een extra auto en 1 moeder vertelt me die reist 12.000 kilometer per jaar extra om haar zoon hier naartoe te kunnen brengen. Dus het is, en kindervakanties afzeggen, want
Ze zijn in de vakanties extra lessen. Ja. Dus je kunt met gezin ook niet meer zeggen, nou, we gaan met, weet ik veel, straks met de paasvakantie gaan we lekker met z'n allen weekendje weg. Mijn moeder zit nu de hele dag te wachten in de kantine. Dat vind ik eigenlijk een beetje zielig, want ja, zij kunnen natuurlijk helemaal niks zien, want wij zijn gewoon ook aan het dansen en we zijn druk bezig met van alles. Wat ik vooral zie is dat Jip het enorm naar zijn zin heeft en heel veel leert en zo razend enthousiast is. En dat maakt dat het voor ons ook op te brengen is. Er wordt dus hard gewerkt op de Billy Elliot School. Maar niet alle jongens zullen op het podium staan. Slechts 6 van hen zullen de eerste maanden de rol van Billy mogen spelen. Jeetje, als het kind het niet wordt, denk ik dan meteen. Ja. Wat een heftige gebeurtenis. Ja, maar ja, daarbij, als je nou ook ziet wat ze leren. Ja. Het is geen bezigheidstherapie. Nee. Weet je, ze krijgen heel doelgericht les. Ja. En het is echt choreografiewerk. ANWB spoedcursus. Ja, het is echt een spoedcursus. Billy Elliot is van oorsprong een Engelse productie. De makers van de musical daar zullen ook hier de musical gaan maken. Vandaag is het een spannende dag, want de Engelse creatives gaan beslissen wie mag blijven en wie niet. Well, today we are looking at how they're progressing and how they're taking in material, which is always very interesting because we see them initially, we see what they have, but a huge question as to whether they can do the show is, do they retain information, do they retain notes, and do they progress when they're given the right tuition? And we have, is it Rowan? Yeah. Excellent. 1, 2, 3. En plotseling kan ik zweven. Alle jongens zingen nu nog een voorlopige versie van een van de belangrijkste nummers uit de musical. Martine Bijl werkt ondertussen nog aan de definitieve versie. Het betovert mij, ik ben vrij, zo vrij. Very good, well done. De 13-jarige Rowan heeft al de nodige ervaring in het vak. Hij speelde 4 jaar geleden in de musical Mary Poppins en deed mee aan het Junior Songfestival. Hij woont met zijn ouders in Voorburg. Hij heeft een oudere broer en zus die al het huis uit zijn. Rowan heeft niet altijd de drang gehad om op het toneel te staan. Rowan was vroeger een klein verlegen jongetje. Hij was stil en niet op de voorgrond vooral. Rowan was als klein jongetje altijd aan het zingen. Hij was nog geen 3. Kende die de hele film van The Sound of Music fonetisch in het Engels. Op school noemde hem zelfs altijd radio. Dan zeiden ze andere zender, want dan zong hij de hele tijd hetzelfde liedje. Door zijn zangtalent kwam hij al snel in aanraking met musicals. Hij overwon zijn angst en kreeg een rol in Mary Poppins. Je komt in een hele andere wereld terecht die ik zelf niet kende. Want onze oudste zoon, dat is een voetballer. En die zit bij Defensie, dus dat is een totaal andere tak. En dit is dus anders, maar ja, het is wel heel leuk, moet ik zeggen. In mijn omgeving wordt eigenlijk heel goed gereageerd dat ik dans. Op mijn oude school was het natuurlijk eerst wel een beetje raar. Want iedereen zit op voetbal en hockey. En dan kom jij opeens met klassiek ballet. Maar het werd wel goed opgevangen. Ik heb er nooit last van gehad of zoiets. En nu op de school waar ik zit natuurlijk helemaal niet. Want iedereen doet eraan. Rowan zit op het Koninklijk Conservatorium. De school voor jong talent in Den Haag. En hier volgt hij de richting dans. Vandaag wordt er gerepeteerd in kostuum en make-up. Dan begin je in de ochtend met 3 uur klassiek ballet en karakter en modern. En daarna ga je nog gewoon naar school tot 4:30. Of andersom. On the dan en sluit. Nog 1 keer. 1, 2 en... Zelf kan ik het niet. Dus ik vind het toch ook knap natuurlijk. Maar goed, als ik zie hoe het gewaardeerd wordt, dan... En je kijkt natuurlijk wel, je krijgt steeds meer inzicht in de dingen. En dan zie je wel dat hij gewoon talent heeft, dat hij het goed doet. En nu gaat Rowan dus na zijn opleiding een paar keer per week naar Amsterdam voor de Billy Elliot School. Ik vind de Billy School heel leuk. Het is zaterdag en door de week. En voor mij is het wel lastig om met school te combineren. Ja, Billy heeft wel een hele grote impact gehad op ons gezin. Ja, ja, ja. Mijn moeder is ook wel minder gaan werken, want er kwam wel heel veel bij kijken. Hij moest inderdaad vaak oefenen, ook nog na school en in het weekend. En enorm druk schema. Het is wel heel erg leuk. Het is ook leuk om te zien wat hij allemaal meekrijgt. En hoe hij hiervan groeit ook. Zijn familie staat achter Rowan. Maar helaas kan zijn oma hem niet meer zien schitteren. Zij overleed begin dit jaar na een kort ziekbed. Oma was voor mij heel belangrijk in het gezin. Die kwam ook elke maandag altijd oppassen, schoonmaken. Ze deed alles eigenlijk. En ze kwam ook altijd naar de musicals. Dus dat was wel altijd heel cool. Ja, oma was gewoon alles voor ons.
Ja, en wat we niet mochten van de ouders, mocht toch wel van oma, natuurlijk. Ik heb op de begrafenis van mijn oma op de piano gespeeld. Van Jan Tiersen, Comptine d'un autre été. Ja, lastige naam. Maar die heb ik gespeeld op de begrafenis van mijn oma. Ik vind het heel jammer dat zij Billy niet meer kan zien natuurlijk. Dat is wel zo'n grote rol. En ze heeft wel alle andere musicals gezien. Maar ja, hopen dan dat ze van boven meekijkt. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk of Rohan doorgaat. Dat krijgen hij en de andere jongens vandaag van het Engelse creatieve team te horen. Ja, ik ben best wel zenuwachtig, want die mensen die bepalen toch wel of jij in een musical komt. De confrontatie om morgen of overmorgen tegen iemand te moeten zeggen, het verhaal houdt voor jou op, ja, vind ik echt heel erg lastig. Bijna 50 jongens zijn vorig jaar oktober gestart op de Billy Elliot School. Uiteindelijk blijven er maar 6 jongens over die afwisselend de hoofdrol van Billy zullen gaan spelen. De grote vraag is dus, wie gaat er door en wie niet? Dat wordt besloten door het Engelse creatieve team van de musical. Ze zijn vandaag in Nederland en geven hun oordeel. Ik vind het natuurlijk wel spannend, alleen ik wil wel gewoon plezier maken en een beetje net zoals normaal gewoon je ding kunnen doen en je niet zo druk moeten maken dat er Engelsen er zijn. I want you guys to be sad and lonely. Okay? Can you be sad and lonely? And your whole new world, the place that you're describing, is to get them to cheer up. So it's not, oh, it's amazing. It's okay. Good. Hartstikke goed. Very good. Vond je het spannend? Nee. Maar misschien, ik weet het niet heel lekker, maar als ik met de tekst kwijt ga, dan druk ik het misschien iets spannend vond of zo. Maar... I said they have made a big progression. Brilliant. It all sounds really good and really exciting to see your personalities come out as well. Ja. So good, boys. So, very good. Don't be afraid, mannen. Yes? Ook Guyman is nog in de race voor de rol van Billy. Maar er is een probleem. Hij begint de baard in de keel te krijgen. Guyman is een man aan het worden. En afgezien van het technische verhaal, of je dan nog steeds de hoge noten haalt, is het ook zo dat dat jongetje natuurlijk 11 moet lijken. En niet al 13, 14, 15. Omdat dan het verhaal anders wordt. De grote vraag is dus of Guyman wel of niet door kan gaan. Ook Jillis moet vandaag laten zien wat hij kan. En nu? Ik kan mezelf een beetje vergelijken met Billy Elliot. Want ja, mijn dans is ook mijn droomvak. En dans is een soort van zuurstof voor mij. Zonder dansen kan ik niet leven. Ik hoop dat hun dat ook zien, dat ze daarom mij kiezen. De 15-jarige Jillis woont samen met zijn moeder in Leiden. Zijn zus Naline is het huis al uit, maar komt vaak in het weekend langs. Nou, dit is mijn kamer. En deze kamer heb ik pas een week. Want hij was van mijn zus, dus dan, hij is best wel groot. Dan komen we aan bij mijn spitsenverzameling. Dat zijn er heel veel. Ja, ik heb heel veel gekregen ook. En ik heb heel veel... Dus ook zelf. En heel vaak hebben mensen ook van die tekstjes opgeschreven. Dat vond ik wel lief. Het zijn er ongeveer meer dan 50 paar, denk ik. Dit zijn ze nog niet allemaal. Ik heb ze beneden ook nog heel veel liggen en zo. Jillis is dansen alles, want hij doet niet anders dan dansen. Als hij thuis is, dan danst hij ook altijd. Het enige wat hij wil de hele dag door is gewoon dansen. Hij danst de hele dag op school, hij doet dan dansopleiding en dan komt hij thuis. En dan trekt hij zijn dansschoenen weer aan en dan begint hij weer gewoon... verder te dansen. Dat is echt het enige wat hij doet. Jillis gaat al op hele jonge leeftijd op ballet. Ik ben begonnen met dansen toen ik 4 was. Toen deed ik gewoon kinderballet, zeg maar. En het was nooit professioneel. En toen later was mijn zus best wel intensief aan het dansen bij de dansschool hier in Leiden.
En toen ben ik daar ook gaan dansen. Hij geniet van het dansen, maar op de basisschool reageert niet iedereen even positief. Nou, op de school vonden ze het heel raar dat ik danste. Ze vonden het allemaal meisjesachtig en zo. Voor de moeder is het nooit leuk als je kind gepest wordt. Dat doet heel erg pijn. En zeker als je ziet wat dat met een kind doet. Dat maakt een kind ook hard. Ik merk aan Jillis dat hij daardoor harder is geworden. En een kind is geworden die zoiets heeft van mij doet niemand iets. En dat vind ik jammer. Ik denk, doordat al dat gepest, ja, ik denk dat het me wel een beetje sterker heeft gemaakt. En ja, het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Ik ben iemand die goed voor zichzelf kan opkomen, denk ik. Ja, dat is goed. Doei. Doei, doei, doei. Dankjewel. Veel plezier, Jan. Elke dag gaat Jillis naar zijn school in Den Haag. Hij zit op het Koninklijk Conservatorium, waar hij de richting dans volgt. Net als zijn Billy Elliot-collega Rowan, die we eerder al zagen. Het Koninklijk Conservatorium is een soort van dansschool met school in één. Dus ik begin meestal met ballet, 2 uur ballet. En dan heb ik school, normale vakken, gewoon schoolvakken. Op het Koninklijk Conservatorium zijn ze enorm trots dat 2 van hun leerlingen op de Billy Elliot School zitten. Natuurlijk ben ik trots. Ze werken zo hard, zoveel uren per dag. En als je dan aan zo'n productie mee kan doen, ik zie het, is hartstikke mooi. De dag des oordeels op de Billy Elliot School is bijna voorbij. De jongens geven hun laatste presentatie aan de Engelsen. 6 en 7 en 8. De jongens zijn klaar. Het Engelse team gaat met het Nederlandse team in overleg. Er wordt straks definitief besloten wie op de school mag blijven en wie niet. Dit was onze allereerste eliminatiedag, waarin we na 6 maanden intensief schoollessen afscheid gaan nemen van een aantal jongens. He's going to be brilliant. Yeah. So the question is really whether one holds him back in order for him to be super brilliant. With the net lot? I think you'd have to be straight with the boy. I think his step is quite weak. I don't think at this point you can afford to go, we can't have him. Of course we have to decide at some point who's going to join. But it won't increase the pool, but you should do that work anyway. Yeah. If as long as it's possible. Absolutely, absolutely, yeah. Yeah, all right. These kids are amazing. They're amazing, and we're very tough. So we're making impossible demands on them, and we want them to get better. And some of them, even the most talented ones, we look at and go, oh, I just wish they could develop here or there. But the kids are astonishing. And the work they've put in is enormous. We gaan morgen en overmorgen gesprekken aan met de kinderen en de ouders. Ik krijg er kippenvel van als ik het... Als ik eraan denk, de confrontatie om morgen of overmorgen tegen iemand te moeten zeggen, het verhaal houdt voor jou op, ja, vind ik echt heel erg lastig. De volgende ochtend komen alle kinderen met hun ouders naar het kantoor van Stage Entertainment. Ja, ik ben best wel zenuwachtig, want die mensen die bepalen toch wel of jij in de musical komt en hoe goed je het doet. En... Dus dat is wel spannend. Ze zijn heel blij met je. Dat is fijn, hè? Dat is ook meteen je antwoord. Dat je mag blijven. Hey, joepie. Ja. Had je anders verwacht? Nee, toch? Ja, ik had natuurlijk wel gehoopt. Maar... Ja. Ben je nou emotioneel? Nee. Huh? Toen ik hoorde dat ik door was, was ik ontzettend blij. Ik was al heel erg zenuwachtig. Want al die andere jongens die zijn ook heel erg goed. En... Misschien wel beter dan jij, maar als je dan toch hoort dat je door bent, dan is dat wel heel cool.
Jippe komt met zijn vader naar dit belangrijke gesprek. Ik wil deze rol zo graag, alleen dan nog verder door dit hele gebouw, de hele wereld rond en dan de ruimte in of zo. Dus ik zou deze rol heel erg graag willen. En we hebben toch van Engeland het advies gegeven om niet verder te gaan. Je bent nu nog niet ver genoeg om een Billy te worden voor de eerste cast. Maar omdat jij al wat groter en best wat breder aan het worden bent, verwachten ze dat je tegen de tijd dat je wel op het niveau van een Billy zit, dat je dan te groot oogt. Je hebt absoluut een heel groot talent op het gebied van dansen en spelen en ja, zingen. Heel erg. Maar ik denk dat het wel heel erg goed voor je zou zijn om daarin te gaan investeren. En als je zegt, ik zou niet weten waar, dan wil ik daar met heel veel liefde bij helpen. Oké. Kerel? Ja. Samen met Jippe is er naar een goede dansschool gezocht. Inmiddels heeft hij auditie gedaan voor de vooropleiding in Apeldoorn en hij is aangenomen. Dus ook Jippe komt goed terecht. Helaas is ook voor Guyman het avontuur nu ten einde, omdat hij de baard in de keel heeft. Je hebt er alles aan gedaan en je hebt. Wij zijn er allemaal vreselijk verdrietig over. Guyman is inmiddels na een auditie aangenomen op de dansopleiding van Lucia Martas in Amsterdam. Jillis mag gelukkig wel door naar de volgende ronde. Ik ben zo blij dat ik door ben en ik ga nu echt nog harder mijn best doen om de rol te kunnen krijgen. Uiteindelijk zijn er nu nog 20 jongens die kans maken om de Nederlandse Billy Elliot te worden. Yes! Volgende week in Billy Elliot van auditie tot applaus treedt een aantal jongens op bij De Wereld Draait Door en ontmoeten ze Matthijs van Nieuwkerk. Nu is hij eigenlijk gewoon een normaal mens, maar daar denk je eigenlijk niet zo snel bij na. En er wordt definitief bekendgemaakt welke 6 jongens de rol van Billy mogen spelen. Ja, je hebt zo enorm hard je best gedaan de laatste 2,5 maanden.